Hij zit eigenlijk best wel lekker. Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een unboxing voor jullie, want ik heb wat pakketjes ontvangen. En eigenlijk wilde ik er maar één laten zien, maar aangezien mijn schoenen net binnen zijn, van Versace, wilde ik die ook gelijk even laten zien. Maar ik heb ze wel aan, dus... Nou, je ziet niet zo goed, maar ze zitten echt super lekker en ik ben er zo blij mee. Ik ga straks dus naar mijn werk. En dit worden denk ik gewoon mijn werkschoenen. En ja, daarom heb ik dus ook mijn naambordje en dit om, wat ik straks ga werken. Maar goed, ik heb dus een unboxing video voor jullie. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je benieuwd bent wat er allemaal hierin zit. En vergeet even niet te abonneren als je meer van mijn video's wil zien. Ik maak ook gewoon vlogs, beauty video's, echt van alles. Dus abonneer je maar eventjes hieronder. Goed, ik heb dus een pakket binnengekregen van Huel. Als ik het goed uitspreek, Huel of Huel. Maar dat is dus een fitnessmerk. En er zitten allemaal supplementen in die je dus kan gebruiken voor het fitnessen, na het fitnessen, tijdens het fitnessen, ik weet het niet. Maar ja, het is dus gezond en eiwitrijk. En ik begin gewoon met deze. En dit is granola, berry flavor. En ik heb dus begrepen dat je dit in je yoghurt kan doen. Ik heb het zelf nog nooit geproefd, maar ik zie het best wel vaak bij anderen. Dus volgens mij is het best wel een trend, een gezonde trend. Dus ik kan niet wachten tot ik deze ga uitproberen. Dan hebben we een shake beker. En van deze kan je gewoon nooit genoeg hebben. En vooral niet met dit merk erop. Want die had ik nog niet. Want de meeste lijken best wel op elkaar. Maar ja, ik vind het toch wel leuk om deze er ook bij te hebben. En ja, zoals de meeste van jullie misschien wel weten, je kan hier gewoon water in doen. Maar je kan er ook gewoon shakes mee maken. Vandaar dit. Hier zitten allemaal van die gaatjes in. En dan kan je dus gewoon zo shaken. Ja, dat dus. Kan je dus gewoon lekker shaken en dan heb je een eiwitshake. Nou, en dat is dus een goede overbrugging voor deze zak. En hij is best wel zwaar. Ik denk dat dit een kilo is. Oh, bijna 2 kilo zelfs. 1,72 kilo. En dit is berry smaak. En als ik het goed heb, is dit gewoon voor eiwitshakes. Dus ja, hier kan ik echt gewoon de komende jaren mee door. En aangezien ik niet heel veel shakes drink, want sommigen die denken dus dat je echt shakes nodig hebt om te sporten. Maar dat is niet zo, want als jij gewoon dagelijks voldoende eiwitten binnenkrijgt, dan is het dus niet nodig om nog een extra shake te nemen. Dat dacht ik dus wel vorig jaar en daardoor ben ik heel erg aangekomen. Dus ik raad het echt af om gewoon altijd shakes te nemen. Tenzij je echt wil aankomen en wil groeien, kijk dan is het een ander verhaal. Want mijn vriend die neemt er dagelijks misschien 2. Dus ik denk dat hij hier ook heel blij mee gaat zijn. Nou, dan hebben we nog 2 andere shakes, denk ik. Flavor Boost. Ja, dat is dus... dit zijn shake smaakjes. Cacao. Super lekker. Ik hou echt van cacao en chocola en alles. En pineapple en coconut. Dus ananas en kokosnoot. Dus ik kan ook echt niet wachten tot ik deze ga proeven. Echt, ik denk echt dat het heel lekker is. Dan hebben we nog een scoopie. Dit is ook handig om in de zak mee te graaien en dat in je shake te doen. Ja, een scoopie. Dan hebben we mijn favoriet. Dit zijn eiwitbars. En dat zijn dus gewoon ja, een soort van, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt, maar gewoon zo'n bar. Ik zal hieronder even de vertaling ervan zetten. Maar dat is dus, ja, een reep. Een reep is dat. En het is cacao en orange flavor. Dus ik denk echt dat het super lekker is. En er zitten er 16 in. En hij is ook best wel zwaar. En ik hou echt van die bars. Bij de Basic Fit haal ik ze ook wel eens. En dan gewoon chocola. En dat vind ik altijd zo lekker. Het smaakt gewoon... Het lijkt gewoon alsof je chocola aan het eten bent. Of aan het snoepen bent. Terwijl het eigenlijk gewoon goed is voor na het sporten. Want er zitten goede eiwitten in. En als laatst... Een Huel shirt. Yeah! Ik had eigenlijk gevraagd voor de zwarte. Maar een grijze vind ik ook wel leuk. Ik ben niet zo iemand die erover gaat huilen. Nee, ik ben er echt super blij mee. Dit is gewoon super schattig. En ik kan echt niet wachten tot ik deze ga passen. Ik heb wel een elletje genomen. Want ik hou echt van oversized. Maar ik denk dat die iets te groot is. Maar goed, dat gaan jullie nu zien. Want in het volgende fragment doe ik een aan stukje. Hij zit eigenlijk best wel lekker. En een beetje losjes, maar bij de armen zit hij best strak.
But I like it. En ja, nou, ik ben er echt super blij mee. Ja, het was volgens mij best wel een korte video. Ik ben er snel doorheen gegaan. Maar ik vond het toch wel even leuk om met jullie te delen. Deze video is wel in samenwerking met Huul. Ik denk dat sommigen van jullie dat wel begrepen. Ik heb deze dus van ze opgestuurd gekregen om vervolgens aan jullie te laten zien. Maar ik ben er zelf ook gewoon helemaal blij en tevreden over. Tot nu toe, want ik moet natuurlijk nog wel gaan uitproberen. Maar als jullie willen kan ik daar ook nog een aparte video over maken. Dat ik gewoon vertel hoe alles smaakt en hoe het voelt en wat voor effect het heeft. Dus laat het dan even weten in de reacties als jullie dat graag zouden willen zien. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Laat natuurlijk een blauwe duimpje achter als je dat nog niet gedaan had. En dan check ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!